Vrijdagmiddag is een kindje gewond geraakt vlakbij basisschool De Brink in Remuin. Het kindje stook samen met de moeder het zebrapad over, maar de bestuurder van een bestelbus zoog dat te laat. Het kindje kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond. Bij de hulpverlening werd ook een traumahelikopter ingezet. Uiteindelijk is het kindje per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over het letsel van het kindje is verder niks bekend. De moeder van het kindje werd ook aangereden, maar raakte niet gewond. Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag om 12:30. Op dat moment kwamen veel Eliërs met kinderen uit de show. De toedracht van het ongeval is ter plaatse door de politie onderzocht.